absoluut geen excuus vind. Ik denk niet dat die beslissing lichtzinnig en in 1, 2, 3 is genomen geweest. Dus dat er wel voldoende tijd was om zowel de bewoners als zeker de oppositie vooraf in te lichten. Dus ik vind dat geen excuus. Maar inhoudelijk ben ik wel akkoord. Zeg Fleur, maar voor alle duidelijkheid, en ik wil dat voor iedereen eigenlijk zeggen, ze, het verslag van de mobiliteitscommissie wordt doorgestuurd naar heel de gemeenteraad. Dat verslag waarin dat in voorkomt, en begin oktober doorgestuurd naar iedereen van jullie. Dus ik kost dat al gezien en gelezen in. Dat stond daarin, aan iedereen. Dat is ook ja, wat, de bewoners. Dat, maar dat is, ik weet het, maar ik krijg hier over de gemeenteraadsleden, voorzitter. Dus ik reageer naar dat stuk, naar de gemeenteraadsleden. Het staat erin. En dat wordt, we sturen dat expres apart door naar alle gemeenteraadsleden, omdat we weten vanuit de mobiliteitscommissie dat die punten inderdaad gevoelig zijn. Vandaar dat we dat doen. Ja. Dat een beetje... Oh, toch? Ja, oké. Okay, ja, okay, en Lien, sorry, dat is inderdaad geen zin goed nieuws. Maar dat wordt niet zo... dat is niet oké. Okay. Maar goed, bij deze. En Koen Koen. Ja, dank u. Ja, ik heb eigenlijk nog twee opmerkingen in verband met die witte vuilnishang. Punt 1, ik heb wel gehoord, als ik goed geïnformeerd ben, dat er in Zwevegem en in Kortrijk wel nog losse zakken kunnen terugbetaald worden tot in maart. Dus in Aarbeke blijkbaar niet. Ik vind dat een beetje jammer dat dat dan vooral de gemeenten van de intercommunale niet overal hetzelfde is. En nog een tweede opmerking is eigenlijk, we leven toch in een heel vreemde periode, waar dat er heel veel... oudere mensen niet mobiel zijn, weinig mensen zien, meer of dat je denkt, die eigenlijk moeilijk met die zakken weg kunnen. Ik denk dat er daar wel een probleem is en dat daar wel een goede reden zou kunnen zijn dat in tijden van corona, dat dat wel verlengd wordt. Ik denk dat we hier echt wel in een uitzonderlijke situatie zijn. Nu, alvast bedankt om te luisteren. Dus, dank u wel. Kunnen ik het juist wat gestuurd in een bericht? Ik ga het nog meer pakken volgende week, he, want eigenlijk dat afspraak dat dat voor heel de regio of voor heel alle deelgemeenten haalt. Maar... dat voor al de gemeenten van IMOG geldt. En ik vind het ook raar dat er toen andere regels zijn in andere steden of gemeenten. Dat wordt zeer ter sprake gebracht volgende week in de Raad van Bestuur. Maar je opmerkingen hebben ook wel niet onterecht. Dus ook dat ook meepaal. Ja. Ik ga een derde poging wagen. Mag ik hier bij de... gemeenteraad afronden en jullie nog een keer bedanken voor de inbreng van iedereen. Steven, voor jou de eerste ervaring. Ik hoop dat het toch een beetje hetgeen was wat je ervan verwachtte. Maar bij deze iedereen goedenavond en tot de volgende voor velen. Tot morgen in de politieraad. Maar anders. Salut. Goedenavond. Hallo. Goedenavond, Rita. Goedjes. Dank u allemaal. Goedenavond. 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 Dank u wel, algemeen directeur, voor de goede begeleiding, trouwens. Ja. Graag gedaan. En ook benut. Ook benut voor... voor de zwee. Wat die benut dan? Jij is wie, dus dat is goed, hè? Nee. Je hebt een chat gemodereerd. Ja, ja, daar. Salut. Thomas, zit jij echt in hetzelfde of is dat een foto? Foto toch, hè? Je Mirko of Thomas? Ja, dus, ik heb het nog snel terug in beige geschilderd. Ik vond dat mooier in plaats van zwart. Ah ja, inderdaad. Zo kan ik het inderdaad weten. Het is heel lang geleden dat ik daar geweest ben. Ben het vergeten hoe dat eruit ziet. Ik mis de huur. Allee, salut. Salut.